Piye kabare konco lan sedulur kabeh wae? Hoe gaat het met jullie? Alles goed? Vandaag is het precies 130 jaar geleden dat de eerste Javanen voet aan de wal hadden gezet in Suriname. Zij kwamen vanuit Surakarta, tegenwoordig Solo, als contractarbeiders en moesten op de plantages van Meilenburg het harde werk voortzetten om suiker te produceren voor de Nederlandse eigenaren, toenmalige eigenaren. Ze kregen een contract van 5 jaren en mochten daarna kiezen om te blijven om terug te gaan naar Indonesië. In totaal kwamen 32.956 mensen uit Oost-Indië als contractarbeiders naar Suriname. Iets meer dan 26% van hen keerde terug naar hun thuisland. Ongeveer 24.000 immigranten bleven in Suriname. In de census van 2012 telden de nakomelingen 73.975 in Suriname. Dat is een korte gesprek. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik zonder meer dankbaar ben dat ik in het geliefd land ben geboren. Natuurlijk ligt het in de bedoeling dat ik mijn cultuur, moedertaal en bovenal de authentieke gerechten nimmer moet vergeten en altijd moet respecteren. Ik ben trots op een Surinaamse Javaan te zijn. Ik ben trots dat de Javaanse broeders en zusters een bijzondere invulling hebben gegeven aan de Surinaamse samenleving. Je kunt ze zien in verschillende branches, te weten de gezondheidssector, onderwijs, justitie en politie, politiek, landbouw, sport, onder andere, en andere sectoren. Daar zijn ze heel sterk vertegenwoordigd. Het is mij vandaag een waar genoemen om het land Suriname te feliciteren. Hierbij de herdenking van de Javaanse immigratie en de herdenking van de Dag der Inheemse. Ja, vandaag ook vieren wij de herdenking van de inheemse broeders in Suriname. Ik geloof dat wij met ons allen kracht zullen putten uit onze culturele geschiedenis om dit land tot een sterk en welvarend natie te maken in de toekomst. Gefeliciteerd Suriname. In de komende video's zul je enkele nakomelingen zien van Javanen die iets zeggen in het Javaans. En dat wil zeggen dat ze de Javaanse taal na 130 jaar wel nog steeds hebben onthouden en nog kunnen praten. Ik zelf kan een beetje, maar niet vloeiend. Ik versta wel alles wat er wordt gesproken. Ja, maar ik zal wel in de toekomst wel werk van maken om het vloeiend te spreken. Matur nuwun. Sore kapewae. Jenengmu sapa? Jenengku Mireya. Jenengku Yang Steka. Jenengku Gia Wongfar. Oke, umurku pira? Umurku 36. Umurku 40. Umurku 36. Oke, la manggone nanti? Barunya? Manggone tutono. Aku manggon nang Magenta kana. Manggone tutono. La kerja nanti kerja kowe? Aku kerja nang sekolah. Ya. Hah? Kerjananku kerjananku kapster. Kerjananku kapster. Kerjananku kapster. Oke. Makku jenenge Titi karena bapakku. Makku haram seneng. Jenenge Titi. Ya. Bapakku jenenge Gerald. Ya. Lah kowe? Makmu jenenge Dadi. Ya. Bapakku jeneng Shane. Jeneng Shane. Saiki nang marang tuaku barbecue stick. Kakang Langne, adik.
Kape. Jenengku Ingrid. Yuni Ricky Winsito. Umurku 40 tahun. Manggone nang kawasan Singgiti. Aku duwe anak loro wedo karo putu. Aku jenenge Mak Karpa. Iku manggone nang Komodo. Kecamatanku Tontong. Dina iki aku njangan. Ndok Iwa. Walo. Assalamualaikum. Jenengku Sherati. Aku wis mangan kates ujo. Piye kabare? Jenengku Patricia Fient. Aku 38. Aku belajar cacane nang sekolah. Aku duwe anak siji lanang jenenge Nathanael. Saiki dhewe siji loro telu papat setahun papat. Bye. Piye kabare? Jenengku Amanda Pales. Umurku 32 tahun. Aku nyambut gawe dadi jurnalis ning Waretet. Hobiku masak, nulis, karo mangan. Aku Shirley, kelahiranku nang Komoweno. Panggonanku Kuata. Aku umurku 49. Aku duwe bojo. Aku wis kawin 29 taun. Ora duwe anak. Aku mau njangan terong karo iwak pitik in kecap. So, na manito siya teke kaya fans, so bear with me. Jenongku Sharda, aku nyambot kawe tadi fashion model. Aku kerep kerjo ing negoro-negoro Deutschland lan Italia. Aku seneng mangnang seko moksalesi lan seko ketan karo roti barang. Selamat sore. Piye kabare? Aku Kristel. Manggone ning Kuarasan. Saiki aku nemburi njagong ngisor wit pelem. Aku seneng nandur. Saiki aku nduwe kupis, nduwe cipir, nduwe spinansi, nduwe tair blat, nduwe tomatis, stitik-stitik. Aku kerja nang sekolah, belajar poca, kuyufrau. Wong nonoman aja lali ngomong Jawa ya. Karo ngongoki wong tua-tua ya. Oke, duduy. Halo Idrin, jenengku Honta. Aku 32 tahun and aku mangon in Gara Suriname. Aku mangon in Wanika and profesiku minangka guru. Wong-wong Jawa ning Suriname enek 10 suhu. Marem aku ora inter ngomong basa Jawa kanti. Selamat sore, piye kabare? Jenengku Shenefen Arsumejo. Aku ora kaya Jawa, omdat bapakku keling karo makku Jawa. Aku inter ngomong Jawa sithik, pekara mbiyen aku manggon karo mbaku lanang karo mbaku wedok. Laten we allemaal een beetje meer leren van onze cultuur. Laten we ons niet schamen ervoor. En hoe mooi zou het niet zijn om je eigen taal te kunnen spreken, om je eigen taal te kunnen verstaan. Het liefst kan ik meer zeggen, maar verstaan kan ik zeker. Hou van je cultuur en leer je cultuur kennen. Als je deze video leuk vindt, druk op like, comment en voor meer video's subscribe.